is now on the beat. Goedemorgen. Oh, ik ben een beetje laat. Ik hoop dat ik mijn bus nog kan halen. Ik heb nog 5 minuten. Ik ga de Wiebus pakken naar Amsterdam. Ik heb daar €9 voor betaald. Dus ik raad jullie aan dat als jullie naar Antwerpen willen, om dan de Wiebus te pakken of de Flixbus. Dat is een stuk goedkoper dan met de trein te gaan reizen. Zo, ik ben weer in Amsterdam. Ik heb er 2,5 uur over gedaan. Ik heb wel geslapen onderweg. Ik ben nu in Amsterdam-Oost, mijn vriendin aan het ophalen. En dit is mijn oude basisschool, de 4e Montessori school. Back to memory lane. Ben je weer verdwaald? As usual. Onderweg naar Leather Village. Tjuri. Yes. With my girl Ramona. Well. We zijn nu in Amsterdam-Oost, Eastside. Hier zijn we naar school geweest, de 4e Montessori school. Dubbel OST. You know how we do it. We kennen elkaar al sinds groep 1. Ja. Dat is hoe lang? 20 jaar of zo? We zijn nu? Ja, ongeveer 20 jaar. 20 jaar? Wauw, geweldig. Ja. Ze was er vanaf het begin en toen zei ze nee. That's right. We zien elkaar niet vaak, maar als we elkaar zien, is het gewoon zo altijd. Oh, nice.
Zo, Little Village is afgelopen. Het was een geslaagde avond. Met als einde een spektakel van vuurwerk. Het is nu tijd om te gaan slapen. Zo, we zijn bij Bagels & Beans. Even aan het lunchen. Ik heb zo lang zin om naar Bagels & Beans te gaan. Ik ben een ijskoffie aan het drinken. En een BLT bagel met bacon. Wat ben je aan het eten? Ik eet een bagel met avocado. Ik ben vegetarisch, dus voor mij geen bacon. En cream cheese en wat sla. Tomaatjes. Eet je dat altijd hier bij Bagels & Beans? Dat kom je niet heel vaak, maar inderdaad, als ik er ben, dan is dit wel mijn favoriet. Smakelijk eten. Dankjewel. Welkom bij Koken met Sherelle. Nee, een grapje. Ik ga vandaag witte nasi maken, à la Sherelle. En daarvoor ga ik gebruiken wit rijst, tomaten natuurlijk, knoflook, rode peper, eieren, soepgroenten. Hier zit van alles in. Super handig, dan hoef ik alle groenten niet apart te snijden. Mais van Bonduel. Deze is extra zoet, dus deze gebruik ik standaard. Hamblokjes. En doperwten. Ik ben ze nu aan het weken. Dit zijn bevroren doperwten. En naast de nasi ga ik kipkluifjes in de oven doen. Ik vind dat er gewoon kip naast moet en... Ja, dat geeft die extra touch aan het eten. Ik probeer zo vaak mogelijk te koken. En als ik kook is dat voor 2 dagen meestal. Dat bespaart tijd en geld. En het is ook gezond om voor jezelf te koken. En ik heb niet altijd zin om te koken. Maar ja, als je niet kookt, wie doet het dan voor je? Dus... Ziet er heel onhandig uit, want ik ben linkshandig. We gaan eerst met de tomaten. Tomaten. Dan de peper. De peper. Eigenlijk heb ik Madame Chinette nodig, dit is niet echt hete peper, maar goed. Oei. Toch maar weer zitten. Naast de nasi ga ik ook kipkluifjes klaarmaken in de oven. Dat hoort er gewoon bij voor mij. Kip is niet onmisbaar. Serieus. Ik kan elke dag wel kip eten. Ik heb alles gesneden wat ik moet snijden. De tomaten, de pepers en de knoflook. Nu ga ik beginnen aan mijn kip. Ik was mijn kip altijd. Dat is iets wat ik binnen de Surinaamse cultuur...
heb meegekregen. En kip was ik eigenlijk om de bacteriën zoals salmonella eraf te halen. En kijk, ik laat het even zien. Ik heb een laagje azijn erin gedaan met water. Iedereen wast het op zijn eigen manier, maar ik doe dit zo. En dan ga ik goed met mijn handen er doorheen. Ik snij alle overtollige vet en de veren eraf. En daarna ga ik mijn kip kruiden met ketchup, peper, zout, magieblok. En dan stop ik het in de oven. Ik zei trouwens net dat ik zout gebruik, maar ik gebruik helemaal geen zout als ik kook. Dat doe ik bewust niet, omdat er in heel veel kruiden al zout in zit. En de marinade die ik ga gebruiken, dat is van Helen en daar zit ook al zout in. Dus dat is zout op zout en dat vind ik gewoon niet nodig. In deze marinade zit ook peper. En de marinade heb ik al in mijn kip gedaan. Ik heb ook wat knoflook gedaan. En verder doe ik nog wat extra peper in. En witte peper. Ik kom er dus net achter dat ik de kip niet... Ik kom er dus net achter dat ik de oven niet eens aan heb gezet. Dus de kip zit gewoon in de oven te wachten. Slim. Het eten is ready. Kijk eens. De chicken. En de nasi. Aanvallen! Ik heb mijn buikje helemaal rondgegeten. Ik heb in ieder geval genoeg eten voor de komende 2 dagen. Hebben jullie een bepaalde kookroutine of rare eetgewoontes? Laat dat in de comments achter. Ik vind het wel leuk om te lezen. Ik heb trouwens onderweg naar huis een nieuwe koffer gehaald voor mijn telefoon, voor mijn Huawei. Het is een goudkleurige. Ik heb hier 10 euro voor betaald. Ik was echt toe aan een nieuwe koffer, want mijn oude, geen gezicht, die viel al helemaal uit elkaar. Alsof iemand eraan had geknabbeld. En ik heb ook meteen een nieuwe screen protector laten zetten. Want mijn andere die had allemaal barsten. Voor mijn koffer heb ik 10 euro betaald en voor mijn screen protector 5 euro. Nou, dit was het einde van mijn vlog. Like, deel, laat een comment achter en tot de volgende.